Goedemiddag en welkom terug. Vandaag spelen wij Survival Games of Hunger Games, of hoe je de games ook wilt noemen, samen met Timo. Ja, dat is deze kerel dus hier. Yes, hi. Timo, vertel eens wie bij je, wat doe je en waarom doe je het? Ja, waarom ik dat doe, dat vraag me ook af. Ik vraag me ook af waarom ik sommige dingen doe. Nee, ik ben Timo, ik kom uit het buurland, Nederland. En ik maak YouTube-filmpjes en die YouTube-filmpjes zou ik echt niet gaan bekijken, dus abonneer vooral niet op mij. Ja, voor de rest, ik ben gewoon een... Ik klop achter je aan, hier pakt het zwaard. Oh, ben jij dat? Ik dacht, welkom begon loopt er nou weer achter me aan, maar dat was jij. We moeten naar dat huisje bovenop. Okay, nee, abonneer vooral niet op mij, want ik maak echt geen leuke filmpjes, echt niet doen. Tenzij jij echt gewoon houdt van mensen die geen grappige leuke filmpjes maken, dan moet je wel op me abonneren, maar de rest is het geen aanraden. Nou, ik zou het dus eigenlijk niet doen dan. Nee, precies. Ik kan mijn video's vergelijken met Doomer Game. Ik bedoel, Die knippen we er even uit, sorry. Die knippen we er even uit, weet je. Waar ben je aan? Waarom wil je jouw video's daar weer vergelijken? Ja, weet ik veel. Ja, misschien ben ik zelf ook wel fake. Nee. Ik kan niet... Oh, het is een kist op het. Oh, jij bent het. Ik wou al komen afstormen. Oh, oké. Nee, nu weet ik dat jij het bent. Dat is goed, clear. Ik vind het best warm. Nee, ik maak eigenlijk gewoon nutteloze filmpjes. Mooi. Daar houden we van. Hoe lang kan een mens een introductie doen? Oh, er staat een mannetje voor de deur. Super. Ik ga naar hem toe. Waar is die? Ik heb hem al vermoord, kijk in de chat. Nice. Oh, kijk, met fishing rod in de offhand. Ja, ik ben wel super handig. Multi skilled. Waarom zegt hij dat ik hack? Ik hack niet. Heb je attack indicator aangezet? Nee. Er was nog een kist ergens, maar die weet Tony altijd liggen. Ja, Tony weer. Oh, daar. Ik zie hem al. Waar? Ja, daar. Nou, alleen die. Ja, maar hoe kom ik daar? Die wil ik openen. Ah, nee, ik had nog een andere gevonden. Oh, daar zit een soort van armor en golden apple in. Ja, nice. Ja, okay, prima. Ik trek een rap voor jouw neus, voor je ogen tegen. Ja, dan gaan we naar buiten. Hots of lots. Was het die kist, of? Nee, ik zat hier in de kist onder een bank hier. Oh, hier. Nee, ik ben niemand zo... wat die helemaal leeg trekt, die kist, hè? Ja, toch. Oh, ik hang nu vast in een gebouw. Mo. Hey, kijk, we zijn nu wel stil met dat apparaat. Oh, deze is tering. Oh, er komen nog meer mensen aan. Ik denk dat ik ga rennen en vallen. En we wippen. Mop. Zo fijn. Hey, waar ben je? Oh, kijk, daar gaat die. Ik ben ondertussen gewoon weggerend, hoor. Ik ga op het gebouw klimmen. Die kerel die had net iets te leuke spullen voor niet te hebben. Niet te hebben. Komt er niemand naar het midden? Ik hoop het echt niet voor ze, want daar sleur ik ze regelrecht de baarmoeder weer in. Even kijken. Dat zei ik niet. Ik heb hem! Ja! Nice! Wel een... Even kijken. Oh, de deathmatch is over 30 seconden. Nee! Ik moet die spullen onder nog pakken. Jongen, ik ga dood en ik heb maar één golden apple en ik heb een steen zwaardje en ik heb alleen maar een broekje. En ik maar denken dat ik al heel slecht in... Ja, mama. Ik ben echt heel slecht hierin. Ach, wat fijn. Nee! Oké, Timo. Je moet je opofferen. Ik ga echt lachen als ik dit overleef, weet je wel. Moment, even wachten met slaan. Ik ben mijn golden apple aan het eten, mevrouw. Godverdomme, ik was mijn golden apple aan het eten. Waarom luisteren mensen nog nooit? You are gonna overleven. Nee joh, ik was echt één hartje.
Ik heb hem nog echt veel kunnen hitten, weet je dat? Zo mensen, we zijn weer terug voor ronde 2. Timo wou eigenlijk nog iets zeggen, maar ik heb hem gewoon onderbroken tot ik zei van mensen, we zijn weer terug. Maar goed, ja, wat wou je eigenlijk nog zeggen? Dat wil ik eigenlijk ook wel niet meer. Kust! Diamond Sword. Fuck! Jij pakt een Diamond Sword, hè? Nee, nee! Wie heeft die? Wie heeft die? Dat wie heeft hem? Niet. Dat weet ik ook niet. Ik heb net mijn neus weg. Ja, bij mij ook. Ik had precies hetzelfde. Ik denk deze kerel hier. Ik zweer het je. Ik heb een broek. Leuk voor jou. Kijk, nu is de kruistocht de spijker. Nee, Hunger Games in spijkerbroek. Oh nee, wacht. Het is geen... Hunger Games in leren broek. Dude, wat is met hem hier? Wat is met hem hier? Hoe kan hij me zo vaak hitten en zo snel? Dit is ook niet gezond, hoor. Full armor, hoppakee. Hey, wat ben je ergens? Cool pata's, weet ik veel. Ik ben ergens in een of ander stenen rondje gegaan of zo. Het geluid is best lekker. Al die mensen die afsterven en dan sta ik zo meteen weer in die deathmatch zonder zwaardje. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Ik geloof het al helemaal. Ik zie het al helemaal aankomen. Ik heb een boog. Nou, ik ook, maar ik heb geen pijlen. Oh, ik 24. Dus je mag er wel 12 lenen, heb je ongeveer de helft, weet je wel. Ik kan geen halve pijlen geven, dus je krijgt gewoon precies de helft. Ik moet die kerel killen, dan heb ik regen. Lol, waarom loop je zo gek? 52 pijlen totaal. En verdomme nog niet eens een zwaardje. Oké, bijna full iron. Oh, nog een kist. Nou, wat krijgen hoor. Oh, een zwaard, een gouden zwaard. Nee, daar komen we echt heel ver mee. Heb je gouden zwaard? Ik heb iron zwaard, dus ik heb stone zwaard voor je op overschot. Als je even zegt van, ik kom richting spawn. Ik kom richting spawn. Nou, dan kan ik wel wat delen met je. Yes. Niet je geslacht delen. Dit is echt slecht. Oké. Nee, ik kom naar spawn toe. Binnen nu en een kwartier. Joep. Oké, prima. Moment hoor, ik heb een kist gevonden, daarom heb ik wat vertraging. Het lijkt de Nederlandse spoorwegen wel, die hebben ook wat een vertraging. Even kijken. Ik zie hier een knop, en dat is een kanon. Laten we daar maar niet aan zitten. Doe best in de spawn? Nee, eigenlijk niet. Ik was een kereltje bezig met die te killen. Ik kom nu richting spawn. Ik ook. Ik was even druk bezig met hem te killen. Oké, ik heb de kerel gevonden met zijn diamond zwaard. Ah, kijk, nou komen we ergens. Volgens mij zijn het teamertjes. Ja, het zijn teamertjes, want ze doen elkaar niks. Oh, wauw. En diegene met diamond zwaard had eigenlijk niet echt geweldige gear, maar nu betere. Maar toch, ik ben bij spawn. Dus wat ben je? Ja, ik heb wat vertraging. Ik kom er zo meteen aan. Ik heb een leuk torentje gevonden. Er zijn vast wel leuke kistjes. Ik heb hier de spullen voor jou, jong. Kom gewoon naar hier. Oh, ik zie jou. Heb jij full iron daar? Ja, zowat. Heb ik ook nog voor jou. Bijna full. Ja, maar ik heb al bijna full. Ik hoef alleen nog maar van die... Heb je goud? Heb je een gold chestplate aan? Nee. Waar ben je dan? Oh, ik sta nu op een van die bootjes of zo, weet ik veel. Ah ja, ik kan... Oké, ik rood de boot. Of? Ik zie zoveel dingen hier. Ik heb iets naar links kijken. Daar. Kom ik nu naar je toe? Nee, je komt nu niet naar me toe. Ik zie nu een witte tent. Ik zie jou. Oké, hoi. Hoi. Oh, je bent ook best wel redelijk stacked. Hier heb je irons voor. Oh, yes. Even geweldig. Oké, die broek, dat is wel fijn om te hebben zo. Ja, ik ga hier proberen te killen, joh, want die kerel... Heb je nog pijlen nodig? Nee. Want ik heb echt meer dan een stack pijlen. Ja, ik heb wat pijlen. Het is niet echt dat ik het ga nodig hebben hier. Joppa. Oh, die had jij. Ik had hem ook een keer geëerd. Ze beginnen weer heerlijk met het zagen. Dat hoor ik nu pas. Ik weet niet hoe lang ze al bezig zijn. Diamond sword. Ik weet niet hoe lang ze al bezig zijn met het zagen hoor, maar dat hoor ik serieus nu pas. Meen je dat? Ik weet ook niet. Maar ik weet wel dat ik een diamond zwaard heb.
Dat geen wat die kerel had gechoopt. Oh, dat is wel nice. Nou, we zijn er met 6 over. Nee! Kunnen we allemaal even rustig doen? Mijn gordijnen proberen te slapen. Ik loop echt in de cobwebs, ik weet niet waarom. Waarom is dat geluid zo hard? Zo, dat klonk heel Oké, Timo, ik heb hier assistentie nodig. Oh, waar zei het u? Waar zei het G? Waar zei het G? Waar ben je? Ja, hier zo op die boot. Oh, de boot. En ja. Sterven. Hoeveel levens heb je nog? Rond de 7 denk ik eigenlijk wel. Ja, je bent aan het sterven op die boot, maar je hebt nog 7 levens. Die vind ik knap. Ja, nee, maar ik sterf snel altijd, zeg ik. Oh, ik kill mezelf. Dude, kom aan. Sterf toch, ik wil die diamond body hebben. Hun hebben wel lekker veel diamonds. Hotse vlots. Bam! Wat een mooie kill. Ik sta net op die boot. Met effect en alles, joh. Nice, maar waar zijn die andere Mongolen? Geen idee. Die moeten we hebben. Het zijn andere noobs, Timo, niet Mongolen. Noobies. Ja, jij bent vooral de enige noob, maar... Heb je lapis? Ik heb geen lapis. Ik ook niet. Ik heb dat zoeken. Wel een kist waar een golden apple in zat, dat heb ik al wel gezien. Ik heb een beetje enchanten. Maar nee, natuurlijk. Waar is die enchanting table? Dat is ook nog zoiets. Ik denk dat die in die grote boot zit. Kan. Zie ik jou nu lopen? Of? Zat je op de boot? Die boot waar jij ook op stond net? Ja, dat ben ik. Oké. Ik ga nu naar die enorme boot waar die inktvis zeg maar ook aan. Hier liggen nog spullen, mocht je nog iets nodig hebben. Ik weet niet wat je nodig hebt. Ik weet niet wat er allemaal ligt. Ik heb Iron Sword en eten en mijn armor, dus ik zit eigenlijk goed. Oké. Ja, misschien een... Een diamond body? Hè? Een diamond body nodig. Ja, maar die heb jij nodig, denk ik. Nee, je krijgt wel eentje van mij. Ik heb dubbel. Echt? Ja. Kom naar die inktvisboot of zo. En ik kan enchanten, dus we moeten ergens... Ja, ik heb hoekenkast op die ene boot gezien, dus. En ik heb speedpot. Nice. Maar goed dat ik even het water in ben gedoken om te kijken... Ah, yes, ik ben getrapt. Meer dat? Oh nee, hij is erin getrapt, mensen. Je hebt het nog nooit gedaan. Ik zit nu ergens in een gat in die boot. Dus ik moet serieus wachten tot de deathmatch. Ja, maar echt. Ja, echt? Ja. Ik ben echt een mogol. Ik ben echt een noob, maar... Ja. Waarom begint die dead match? Al 2 minuten. 1,5 denk ik ongeveer. Misschien 1? Nee. Even kijken. Ik heb nu 1,6 attack speed, 6... Oh, wacht. Je kan beter met een bel slaan. Ja, maar die is langzamer. Weet ik, maar die geeft wel meer damage. Dat klopt. Maar je moet damage per seconde kijken, hè? Dat weet ik. Dan moet je zo is... delen gedoe. Ik weet... Oh, kom aan. Ik moet die dingen vinden. Ik kom even naar onder eerst. Binnen een minuut. Ja, daar zie je mij? Ja, wacht. Ah, hier. Ja, daar. Hier, doe die maar aan. Ja, daar ken ik toch nooit bij. Zo. Ah, yes, je bent geweldig. Ja, ik weet dat je dat weet. Nou, ik ga me eventjes afwachten tot ik hier sterf. Nee. Waarom heb ik golden apples in mijn hand? Oh, die kan ik tegelijk eten. Nice. Chill. Nou, succes met de dode match. De dode match. 4. Dus we zijn 2 andere spelers. Dus we moeten elkaar een beetje beschermen, hè. Ja. Ik drink potion. Weep. Oh, ik killde jou gewoon bijna. Nou ja, hij tp'de terug of zo. Hier komen, bitch! Moet regenen. Hey,
Ik sloeg hem, maar ik kreeg geen damage. Oh, die had echt bitches! Pak die andere, pak die andere. Ik ben low, ik ben low, ik ben low, ik ben low, ik ben low. Nee! Waarom kill je me? Yes! What the hell? Hij was ook low. Sorry, die was niet de bedoeling. Ik zeg pak hem. Ik wist dat u low was. Ah, apart. Nou ja, mensen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Even duimpje omhoog voor onze Timo hier. Backstabber. Abonneer ook op mij. En abonneer ook op hem zijn kanaal. Ik ga binnenkort echt awesome nieuws doen. En echt leuke dingen uploaden. Ja, gekke video's. En, Want ik ga een camera kopen met een hashtag klapschermpje. Ja, klapscherm. Klapscherm. En hij is een beetje zo gelijk Job. Hij is zelf ook fake. En ja, je weet wel wat ik bedoel. Ja, ik ben eigenlijk geen mens. Eigenlijk ben ik volop fake. Ik ben... Er komt binnenkort wel een video over op mijn kanaal. Ja. Dat ik zo enorm fake ben. Timo gaat fout. Ja, Timo gaat fout. En dan zien wij jou later. Tadaa! Ik expose mezelf.